Hoi allemaal. Wij gaan bakken met jullie voor het midwinterfeest van 2020. Want ja, we kunnen jullie helaas niet thuis uitnodigen. Dus daarom gaan we bakken aan de borren. En we maken koekjes met glas in lood. Huh? Ja, nee. Echt waar. Ja, echt waar. En we laten even zien wat je er allemaal voor nodig hebt. Ja, wat heb je dan allemaal nodig? Vormpjes natuurlijk. Napoleon snoepjes. Wij vonden ze best zuur, dus je kan ook zoetere gebruiken. Vanillesuiker en bakpoeder. Roomboter, wij gebruiken ongezouten. Bloem heb je nodig en suiker. Een eitje. En natuurlijk materiaal voor het bakken. Een bakplaat met bakpapier erop. En de oven op 200 graden. Voorverwarmd. Natuurlijk moet je ook niet vergeten je handen te wassen. Dat is heel belangrijk bij koekjes bakken. Je hebt 100 gram suiker nodig. En 75 gram roomboter. Boter en suiker mogen beide in de kom en dat mag je mixen totdat het een mooie romige substantie wordt. Nu het mengsel lekker glad is, doen we er een eitje bij. Mix ze maar! Wat een heerlijke massa! Je kunt nu 300 gram bloem afwegen. Je mag nu de bloem beetje bij beetje erbij gooien, zodat het goed opgenomen kan worden. Nu mag je er een halve theelepel bakpoeder bij doen en één zakje vanillesuiker. Nu is het een beetje korrelig, daarom gaan we onze handen wassen. Opnieuw. En kneden we het tot een mooie deegbol. Oeps, wij waren het snufje zout vergeten, dus dat kneden we er nog even doorheen. Nu hebben we een mooi bolletje deeg. Dat doen we in vers houtfolie. Dat pakken we goed in. En dat gooien we nog even voor een uurtje in de koelkast. En ja, nou... Wachten geblazen. Ja, wachten. En het gaat heel lang duren. Wachten. Nog langer wachten. En wachten. Moeten we niet nog wat langer wachten? Ja, Ronja rekt zich uit. Nou, dat is maar 5 uur. 4:55 inmiddels. Nou, dat duurt nog wel even. Tot zo. Yes! 6 uur. We kunnen weer... ja, handen gaan wassen, want ik zei al, dat moet je heel vaak doen als je koekjes bakt. Daar is de deeg weer. Helemaal hard en stijf geworden. Het deeg kan nou uitgerold worden. Het mag uit het huishoudfolie. Natuurlijk, want anders kun je het niet rollen. Het is handig om dan eerst even wat bloem op het aanrecht te gooien. Zoals Seger het hier heel mooi doet. Nog niet. Ja. En rollen, geblazen. Tot het ongeveer een centimeter, halve centimeter dik is. Niet te dun, want anders dan kunnen ze heel snel breken, je koekjes. Wij gaan het deeg nu in
vieren snijden, want zo hebben we allemaal een stuk om onze koekjes uit te steken. En dan mogen we eindelijk beginnen met de koekjes maken. Zorg wel voor dat je een grote doet en dan een kleine erin waar dan weer het raampje in kan. Je kunt ook mooie variaties maken met bijvoorbeeld een rietje. En van het deeg dat je nog over hebt kun je gewoon weer opnieuw rollen. En hoe meer koekjes, hoe beter. Het is natuurlijk ook belangrijk om een gaatje te maken in elk koekje, want daar kunnen we later een draadje doorhalen waarmee we de koekjes in de kerstboom kunnen hangen. Dit zijn allemaal middelste stukjes, dus de raampjes zeg maar van een groter koekje. En die kun je natuurlijk ook nog prima als koekje gebruiken. Mooi zijn ze, hè? Dan gaan de koekjes heel even hun mooie strandje in om lekker te bakken. Op 200 graden voor 10 minuten. Die 10 minuten die kun je heel goed gebruiken om de Napoleon snoepjes kapot te maken. Je legt ze op kleur, want dat is straks het mooiste voor de glas in loodraampjes van je koekjes. En dan kun je ze in de vijzel helemaal kapot maken tot het een suikerige substantie wordt. Natuurlijk. Oh jee, de koekjes zijn alweer klaar. Ze mogen de oven uit. Zoals je ziet hebben ze al een heel klein beetje een bruin randje. Dat is precies goed. En nu kunnen we ze gaan vullen. En dit doen we met allemaal verschillende kleuren. Je kan van alles variëren gewoon. Zorg wel dat je goed met het lepeltje ook in de hoekjes gaat, want het zal meteen gaan smelten omdat de bakplaat dus nog zo heet is. Ja, alles is gevuld. Ze kunnen nu nog heel even de oven in, ongeveer 5 minuten, maar hou ze wel goed in de gaten, want het kan ook heel gauw gaan karamelliseren. En dan worden ze een beetje bruin en dat is een beetje zonde van de kleuren. En ja, dan is er natuurlijk altijd nog snoep over. En zoals je ziet zijn de Napoleons best wel zuur. En toen waren ze alweer klaar. Kijk hoe mooi ze zijn. Het zijn ze nu, maar ze zijn een klein beetje gekarameliseerd, maar dat maakt niet uit. Nu is het wachten geblazen, want ze moeten nog uitharden, want nu is het snoep erin nog best wel zacht. De raampjes dus. Dus dat duurt weer een hele tijd. Ja, en dat is weer wachten. 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 En toen eindelijk waren ze klaar. Yay! Ze waren lekker hard. En kijk hoe cool. Wauw, hè? Je hebt gaatjes gemaakt in de koekjes en daar kun je een touwtje doorheen halen. Je haalt ze er doorheen. En aan de bovenkant maak je een stevige knoop. Zoals dit. En natuurlijk kun je allemaal variaties maken hierop. Tadaa! Wat is dit ook weer een leuke creatie van Koen. Toen waren ze eindelijk klaar en konden we ze lekker in de boom gaan hangen.
zie je ze hangen daar in de boom. En als je er een lichtje achter hangt, dan kun je het raampje heel mooi zien. En natuurlijk moesten we ook even proeven, want ja, we hebben het niet voor niets gemaakt. Ze waren super lekker. Lekker bakken met elkaar! Smakelijk! Vrolijk kerstfeest! Doei! Doei! Doei.